kijkers, welkom bij de Vraag van de Week. De Vraag van de Week is, wat zou je willen zijn in een ander leven? Ik zou graag een chicken nugget zijn, want ik vind mezelf een lekker ding. Ik zou graag een koolmees zijn, want dan heb ik een mooie stropdas. Ik zou graag een koe zijn. Ik zou graag Mega Mindy zijn. Ik zou graag Zorro willen zijn. En jij? Ik een Spider-Man. Oh, ik ben zo dik. Ik wil zo graag veel magerder zijn. Oh, wees blij. Wees blij dat je niet zo dik als mij bent. Ik zou graag een olifant willen zijn. Dag. Dit was dan de Vraag van de Week. Heeft u ook een vraag, stuur het dan naar www.vraagvandeweek.be. Tot volgende week. Wat een mooie tentoonstelling, hè? Zijn jullie ook niet kinderen? Ja. 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 Echt super. Mama en papa hebben eventjes, als ze terug zijn, zorgen jullie dat jullie alles uit jullie hoofd kennen van deze tentoonstelling over de vogels. Zeer leuk. Natuur. En ook. Doei. Nee, dat gaan we dus echt niet doen. Nee, ik heb er echt geen zin in. Ik ook niet. Ik heb een idee. We gaan een feestje brouwen. Ja, dat is een goed idee. Ja, kom. Wat een braaf kinderen hebben wij toch? Ja, inderdaad, zo goed. Ik ben dus benieuwd als ze alles al uit je hoofd kennen. Ik denk het eerlijk gezegd wel, hoor. Als de kat van huis is, dan is de muizen op tafel. In de club, party rock. Looking for your girl, she on the jock, huh? Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Top jeans, tattoo, cause I'm rock. Ja, hallo, hè. Ik ben de Kavia. En je wist niet dat ik kan praten, hè. Ja, dag. Hallo, ik ben een keeper. Ik kan niet goed praten, omdat ik een keeper ben. Fuck! Ik ben een konijn. Wat graag. Tot ziens. Oh, die kan helemaal niet praten, die. Dat wist hij niet. Ja, dag. Ik heb honger. Wortel. Laat me toch met rust. Ik ben aan het slapen, jong. Laat me met naar huis. Sta nu bij het varken dat ruzie heeft met de geit. Varken, hoe komt het? Hallo. Ja, die geit, hè, die was gewoon hier in mijn tuintje komen lopen. En ik was aan het slapen en toen had hij mij wakker gemaakt. Dat is helemaal niet fijn. Ja, echt, hè. Interessant. En nu gaan we eens kijken wat die geit te zeggen heeft. Hallo, we zijn nu aangekomen bij de geit die daarnet ruzie had met het varken. We zullen eens kijken wat hij te zeggen heeft. Het varken kwam bij mij in de wei en maakte mij wakker toen ik aan het slapen was. Nu zullen wij eens gaan kijken naar de buren wat zij te zeggen hebben. We zijn nu hier bij de paarden en de ezels. We gaan vragen wat zij ervan vonden. Ja. Weer ruzie met die varkens en die geiten. Dat is toch altijd hetzelfde, hè? Hallo, we zijn nu aangekomen bij de konijntjes, waar nu een muisje bij zit. We gaan eens vragen wat zij ervan vinden dat alle muisjes hier gewoon binnen kunnen. Ja, ik vind dat eigenlijk niet zo erg dat ze een beetje gezelschap is als wat anders. Dus dat is heel fijn dat die hier binnen kunnen. Hallo, we zijn hier bij de kippen aangekomen. We zullen eens horen wat zij ervan vinden dat de muizen zomaar bij hen binnen kunnen. Ja, ik vind dat niet tof, hè. Al dat gerut hier, dat vind ik ook niet tof, hè. Dus privéruimte.
irritante muizen wegwezen. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn de kat uit de boom aan het kijken. En valt ze? Nee. Helemaal. Thank you.